Francis, 2020 is een feit. Hoe blik jij terug op 2019? Op een geweldig druk gevuld jaar, maar weer een jaar waar ik super leuke dingen heb mogen doen, carrière gewijs. Een jaar waar ik heel trots op ben, omdat we met het tweede seizoen van Make Belgium Great Again wel echt een stapje hoger zijn kunnen gaan in wat we willen bereiken. En we hebben dat wel bereikt, vinden wij. Ook het feit dat we op zondagavond mochten staan, vind ik wel mijn hoogtepunt van 2019. Dus ik kijk daar met heel veel warmte en dankbaarheid op terug. Ja. Waren er nog andere hoofdpunten op professioneel vlak? In 2019 bedoelt je? Ja, Forever Young was een nieuw programma dat ik heb mogen maken waar ik super dankbaar ook voor ben dat ze mij de kans hebben gegeven om dat te maken. Ik ben daar heel trots op hoe dat is geworden. En ja, ik was heel dankbaar voor de mooie reacties ook daarop. Dus dat was wel ook een heel groot hoogtepunt in mijn carrière, vond ik. Een dilemma. Een nieuw seizoen van Make Belgium Great Again of Forever Young? Aangezien ik er al twee van Make Belgium heb gemaakt en nog maar één van Forever Young, zou ik voor Forever Young gaan dan. Ja, omdat ze bij VTM graag horen. Ze mogen het ook altijd op VTM uitzenden. Hè? Daar heb ik niks mee te zien. Nee, maar ik vond dat gewoon tof om te maken. En het is ook heel leuk om altijd zo naar het buitenland te kunnen. En ja, voilà.